Yo guys, Tom hier van Gamersnet. Ik kom een speciale video brengen op het YouTube kanaal van Gamersnet. Want wat veel mensen niet zullen weten is dat wij op Twitch zitten en dat we 4 keer in de week live zijn op Twitch. Dus we hebben Peter, Daniel, ik en Gamersnet Radio. Die zijn allemaal op Twitch live te volgen. Dus je kunt doorklikken naar het Twitch kanaal, dat allereerst. Super interessant, volg ons. Kijk, onze livestreams zijn heel gezellig. Daar draait het bij ons om, interactie. En 2 dagen terug speelde ik samen met wat gasten van de community Overwatch. En het was een fantastisch potje. Het was mijn eerste potje Zarya. En het blaasde me echt weg. Dus without further ado, laat je mee wegblazen door dit bizarre potje met de Siberische squad. Oh, oké, full Roadhog. Dat gaat zo fout. Ja, kan je ook zei, full Torbjörn, die is wel leuk. Full Torbjörn is op defense zeker wel lachen, ja. Ja, full chocoladereep. Hoezo wat bedoel je met chocolade? Hij gaat Torbjörn zeggen. Oh, Toblerone. Oh, ik dacht chocolade dat dat gewoon super racistisch was voor Lucio. I don't know, man. Had gekund. Het is die chocoladereep. Ja, Toblerone, jezus. Ik kan het niet uitspreken, dus het kwam er zo uit. Ah, oké. Die chocoladereep. Het is helemaal niet racistisch, verdomme. Jij bent degene die zegt dat alles wat niet vanille is dood moet. Ja, nou ja, dat is gewoon... Dat is waar, maar oké. Chris gaat er vandoor, hij heeft te weinig geslapen, trusten man. Leuk dat je er even was. En we kijken wel wat we woensdag doen. Ik ben ook al sinds 4:15 vanmorgen op. Wacht, we gaan toch niet allemaal full Zarya, hè? Oh, ik dacht dat als het idee was, degene die als eerste iets inklikt, de rest neemt hetzelfde. Ik dacht. Nee, ik ben een beetje aan het twijfelen. Daar heb ik geen probleem mee. I don't know. We hebben 1 healer nodig. Ik ga het gewoon proberen. Nee. Ik heb echt nog nooit Zarya gespeeld. Ik ook niet. Zo vreselijk. Nou, als je dan nu weer 5 goud haalt, dan zet je ons goed voor te kak. Ja, wacht. Hoe werkt het allemaal? Nou, het is heel simpel. Je hebt een shift, daar pul je jezelf mee. En met je iemand anders mee. En je hebt deze granaten en timing hebben. Ja, oké. Makes sense. Dit gaat wel lukken. Oh, ja. Zo'n granaat is 25. En verder heb je een beam en die gaat geleidelijk op. Nou, dat is wel leuk. Doe eens even jouw beam even helemaal naar 1 zetten bijvoorbeeld. Even beamen naar 1. En dan de rechter muisknop. Ja, dan kun je zeker nog. Wacht, ik zit onder de... Ja, hier onder de 25 kan het inderdaad nog. Dat is wel interessant. Alright, wat voor cooldown zit hierop? 8 seconden en voor jezelf 10. Oké. Ja. Oh, dat zijn andere abilities ook. En je weet dat je met die shields, dan word je sterker. Hè? Ja, als ze er tenminste op schieten, ja. Yes. In 1 right en in 1 white en daarom ga ik even pizza uit de oven halen. Ja, omdat die mooi bruin geblakerd is waarschijnlijk. Bedoel je niet zwart geblakerd? Oké, let's go. Oh my god, het gaat zo goed komen. De eerste keer dat ik Zarya speel, fuck it, al Zarya team. Oh, ze hebben zelf ook Zarya. Nou, dat is leuk, dit. Nou, ik heb 50% damage, jongens. Wens je heel veel succes. Zarya Fest! Allemaal links? Prima. Oh my god. We hebben alleen geen healing en zo, dat is dan wel weer jammer. Dat is te merken dat we geen healing hebben. Who needs heals when you have shields? Ja, dat klopt, ze heeft wel een automatische... Oké, we gaan op de aanval, jongens, schijt. Ja, ik ben al bij de point, hoor. Ik ben ook bij de point. Ze rennen ook weg gewoon. Ze rennen inderdaad weg. Is iemand dood? Lol, die damage! Hun schieten gewoon op onze schilden. Ja, ze moeten wel. Kut. Ja, ik weet niet wat er aan de gang is, maar ik vind het best wel dood. Hey jongens, kan iemand mij een schild geven? Ik heb ja, hier heb je hem. Dank je! 100% Torbjörn achter ons, mensen. Oké, ik ga schuilen. Toen andere zijn heel pijnlijk. Mooi dit. Dit werkt ook gewoon. Dit werkt best wel aardig. Kom op die Zenyatta. Kut, ik ben dood. Is dood. Ja, lekker joh dit. Ik ben het dood. Oké, wie heeft er allemaal Graviton Surge? Ik vind het wel leuk dat een scout meedoet. Oh my god. Oh my god. Oh, waar gaat dit over? What the hell? Ik ben er gewoon nog niet dood gegaan. Nee ja, weet jij hoeveel shields er rondlopen? Ja, dat is inderdaad wel waar, ja. Maar we moeten gewoon met z'n allen naar de point lopen. Flank is... Tracer. Tracer zit op de flank inderdaad. Ik loop gewoon om en ik ga even... En we hebben low energy, dat is we hebben jammer. 3 energy van die surge, dus. Oh, je moet ze niet tegelijk doen, dat is lekker! Die ult gewoon! Ja joh, dit is heerlijk. Hoi! Oh. Lekker jongens! Oh, nee, Zinja, die gaat niks doen. Nice. Oh, dit is shit bullshit. Oh my god. We hebben allemaal een andere skin. Nice. Ja, oh, netjes. Oh, tuurlijk, Tom. Dit is mijn eerste potje Zarya. En ik dacht, ze komen er zo weer aan. Dus waarom gooien we ze niet vast daar op de hoek? En in één keer flop, 8-5 man of zo. Christ. Ik ben niet dood gegaan. En dan op play of the game ook. Allemaal op de enemy, allemaal op de enemy, allemaal op de enemy. Animal, allemaal op de enemy, let's go. Geef de enemy die 10 punten. Yes. Nice. GG, GG. Echt. Oh my god. Dit is echt... Dit zijn wel die dingen die mensen wel mogen highlighten dus, want dit was gewoon bizar. We walsen gewoon in één stuk er doorheen met 6 fucking Zarya's. Ja, maar dit is ook echt gewoon zo grappig als je dat ziet. Shield, 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 shield. Yo, niemand heeft ooit damage gekregen. Alright, kort potje, maar hey, het was een mooie highlight toch? Eerste keer Zarya, meteen play of the game en gewoon helemaal over het andere team heen walsen. Ik vond het persoonlijk heel erg leuk. Dit is dus zo'n highlight die we dan op Twitch ook loszetten. En het komt dus uit een livestream, vandaar dat de kwaliteit iets minder was. Maar goed, hopelijk heb je ervan genoten. Mocht je dat zeker zo doen, dan een duimpje en zo schijnt iets te zijn wat je dan mag doen. En laat ons even weten of dit oké is. Weet je wel, ga je ons volgen op Twitch of heb je zoiets van, ach, zet maar een keer een highlight op YouTube en dan zien we het wel weer. Mag allemaal, hè. En hey, mocht je meer geïnteresseerd zijn in Overwatch en ik die Overwatch speel en dan boos word daarover of euforisch... hier is een andere video die je dan ook kan kijken. Veel plezier gehad met die te maken. Dus ik hoop ook dat je veel plezier hebt met die kijken. En dat was het weer. Tom out. Tot snel bij een nieuwe video op Gamersnet.nl. Of gewoon op de site. Kom langs. Nieuws, previews. We hebben alles. We doen van alles. Je mag langskomen. Je mag ook alleen blijven kijken op YouTube. No pressure. No pressure. Klein beetje pressure.